Trump of Hillary? Hillary. Waarom? Lesser of two evils. Ja, moeilijke keuze, right? Trump of Clinton? Dat volg ik niet. Maar je kent ze wel een beetje, toch, van het nieuws? Wel een beetje, maar qua... hoe zeg je dat? Welke is die racist? Ja, dat bedoel je wel. Die racist, ik moet hem niet. Hij mag weg. Foetsie wegwezen. Vannacht staan Trump en Clinton voor het eerst tegenover elkaar in een debat. Alle ogen zijn gericht op Amerika. Maar boeit het de Rotterdammers eigenlijk wel? Ik zou voor Hillary gaan, maar ik zou eerlijk zeggen, ik heb er niet zo heel veel kennis over. En ga je kijken vannacht? Ik denk het niet. Maar ik kijk alleen maar het feit dat ik ze sympathiek vind, of haar sympathiek lijkt. Hillary, sowieso. Waarom? Moeilijk man. Het is kiezen tussen slecht of slechter. Trump is gewoon slecht, hij is evil. Hij doet heel erge dingen, hij zegt heel erge dingen. Je moet voorstellen, als hij aan de macht komt, dan is de wereld voorbij. Ja, Hillary dan. Die is minder radicaal natuurlijk. Dat is minder radicaal? Minder naar hel. Zeg, Clinton. Waarom? Trump is een gevaar voor de Verenigde Staten. Want wat gaat er gebeuren, denkt u, als hij aan de macht komt dan? Nou, denk aan Geert Wilders als hij aan de macht is. Wat het met iedereen gebeurt. Mis het. Maar leeft het ook echt onder u? Vindt u het echt heel spannend? Ja, ik zal je wel laten zien. Oh, nou, ik ben benieuwd. Want ik woon dus in de Verenigde Staten. Je woont in de Verenigde Staten? Ja, ja. Oh, dat is helemaal mooi, dus je mag ook gewoon stemmen. Jawel. Oh, hij heeft hem hoor. Oh, prachtig. Clinton natuurlijk. Waarom? Ja, kom. Ik laat hem duidelijk.